Ik snap er niks van, weet je. Ik hoor allemaal donder en bliksem en een hoop regen. Maar als ik hier om me heen kijk, dan zie ik helemaal niks. Nee, geen veldje aan de lucht. Hoe kan dat? Een paar wolkjes, hè? Nou, het is heel simpel, lieve mensen. Het is vandaag 2 juli, het is 11 uur 's avonds. En Paul zit in Arnhem en ik zit in Kampen. En het is een ontzettend kabaal van onweer en ellende buiten. Echt. Doffe ellende. En ik probeer dat straks wel een beetje eruit te filteren, maar ik ben bang dat we dat niet goed gaan lukken, want het is een gigantisch kabaal. En het is ontzettend warm hier, dus ik heb ook gewoon, ik dacht, nou, als er dan toch zoveel lawaai van buiten komt, dan kan ik ook mijn ventilatoren wel aanzetten. Dus ik heb 2 ventilatoren aanstaan. Oh, dat dus mag nu inderdaad, ja. Het is een dikke toestand hier qua lawaai, dus ik hoop dat ik het qua geluid zo meteen nog een beetje kan fixen. Zo, maar hier dan. Goed, welkom bij de Backpackers. Ik ben Arjan en daar staat Paul. Hallo, goedenavond. Hallo. En we zijn de vorige keer met allerlei omwegen, zijn we ineens batsboom beland op Spawn. Hè? De plek waar we begonnen aan het begin van deze serie. En dat was niet helemaal de bedoeling, maar op zich niet heel erg. Want nu zijn we tegen elkaar gezegd, weet je wat, we gaan naar het zuiden. Ja, dat is... Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb net even de video teruggekeken om te kijken of ik niet west of oost had gezegd. Maar inderdaad, echt, we gaan naar het zuiden. We gaan naar die Sparren en dan gaan we eens kijken wat we daar allemaal gaan tegenkomen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zullen we dan maar op pad gaan, mijn beste Paul? Zeker. Let's do this. Ik merk een soort van lekkage hier of zo. Een lekkage? Ja. Oh jee. Ik voel best een druppel op mijn arm. Even kijken. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nou, dan pauzeren we hem toch even. Is het safe? Is je huis safe? Ik heb mijn poncho aangetrokken. Zo, ik heb even de tijd, even het ochtend gemaakt hier. We moesten heel even pauzeren, want er kwam wat naar binnen lekker bij Paul. Nou, ja, er was één druppeltje die op. Ja, het was niet dat jij met consumptie sprak of zo. Nee, maar dan zou ik wel heel erg raar moeten... Ja, dat is waar. Nou, kom, we gaan op pad. We gaan het allemaal vergeten, dat die onweer om ons heen. We gaan nu van de echte wereld, die gaan we gewoon vergeten. We gaan naar de virtuele wereld van blokjes. Het kan zijn zometeen, dames en heren, dat we nog een keertje moeten pauzeren als ik ergens een pannetje neer moet zetten, maar tot nu toe... Was je ineens aan het spelen met die met je voeten nat worden? plons. Dat is op zich wel... Hey, ik loop even naar het... Oh, hij begint al meteen keihard aan het werk te gaan om ervoor te zorgen dat de wereld in elkaar geflanst wordt. Daar is gewoon nog een dorp, of niet? Of is dat iets anders? Oh, dat is helemaal geen dorp, joh. Ik dacht dat het een dak was, maar dat is een bladerdek, dat is het. Hier, dit soort huisjes komen we best vaak tegen eigenlijk hier, hè? Maar dit zijn best wel leuke huisjes. En er zitten spawners in van dingen. Oh ja. Oh, maar die kunnen hier niet uit. Zo, maar nu wel. Hallo jongens en meisjes. Roepen jullie eens even lekker een eindje op? Dat vuur is, dat steekt ook aan, hè? Hopsakee. Wat zit er in deze kist? Naamkaartjes. Volgens mij heb ik al 2 naamkaartjes. En een muziekplaat 13. Nou, ik weet niet of ik die muziekplaat heb, maar ik heb al 5 naamkaartjes, dus ik laat het lekker zitten. Normaal gesproken vind ik die dingen nooit en nu vinden ze het echt super vaak, hé. Echt, hè? Eet je wel genoeg? Ja, ik heb toevallig net nog een heel pak brood in mijn mond gestopt, dus... Zo. I'm all good to go. Yo. Nou, laten we door het bos gaan, want daar moeten we door. We gingen naar het zuiden, natuurlijk. Ja, we gingen naar het zuiden. De vorige keer, voor de mensen die alweer vergeten zijn wat we de vorige keer hebben gedaan. De vorige keer probeerden wij die end in te gaan. Maar dat liep eigenlijk op een drama uit. Want dat kon gewoon niet. De end, dat is niet in de Minecraft die wij spelen. Wordt de end niet echt lekker ondersteund. Dus dat wordt er niet. Op zich ook niet heel erg, want er was ook niet zoveel te zien in die end. Het was gewoon weer die draak. En that's it. Het was gewoon een die end, was het eigenlijk. Juist, die end. Maar wat we wel kunnen doen, vroeg of laat, en dat moeten we misschien binnenkort eens even gaan uitvogelen. We kunnen natuurlijk wel eens binnenkort eens gaan graven en op zoek gaan naar allerlei fossielen. Want daar kun je volgens mij wel hele leuke dingen mee doen. Zo. Nou, ik heb op zich wel zin in een grotje. En dus dat is wel even leuk om te gaan verzamelen. We hebben ook al best wel wat fossielen volgens mij al gevonden. Maar die... hier zijn allemaal wolven trouwens. Heb ik nog botjes bij je? Maar die, als het goed zitten die allemaal in onze big backpack. Oh ja. Toch? Nee, ik heb geen bordjes in de Big Black Backpack volgens mij. Eens even kijken. Ik heb... Nee, geen bordjes in de Big Black Backpack. Dus ik kan geen huisdier meenemen. Maar misschien jij wel. Oh nee, ik ook niet. Oh wel, ik heb een biofossiel. Biostabiel. Een biostabiel? Ik heb een biofossiel. En een relic scrap. Nou, dan heb je dat dus ook niet. Hey, ik loop even links om deze berg heen. Maar dat komt meer omdat ik te lui ben om erop te klimmen. Maar wat kunnen wij uiteindelijk met die fossielen dan? Nou,
weer neerzetten of zo? Ik geloof dat wij vroeg of laat, het is volgens mij niet altijd ingewikkeld. Het klinkt ingewikkeld, maar het is volgens mij niet. Wij kunnen kijken of we werkend DNA kunnen vinden in die fossielen. Wat? Ja, je hoort het goed. DNA. DNA. Oh, de broncode van het leven, Paul. DNA. Prachtig. En daar kunnen we dan wat mee. En dat is wel leuk, want als we DNA hebben, dan kunnen we dan kunnen we dat gaan onderzoeken en dan kunnen we dingetjes tevoorschijn halen. Wat zit er weer voor? Maar zoals wat dan? Wat ja, is dit? Huh? Een hek? Huh? Een soort van tuin is dit. Met groen water. Met groen water erin. Ja, eens even kijken hoe dit heet waar we nu lopen. We lopen nu in een tropisch regenwoud. Ah, wel mooi dit. Het is wel inderdaad in een indrukwekkend regenwoud. De lucht is ook groen zelfs, zie je dat? Ah ja. Het is een mooie kleur groen dit. Kijk, het mooie van backpacken is, zo zie je nog eens wat. Zo kom je nog eens ergens. Maar, ik zit in het zand. Oh, je zit in het drijfzand. Kan ik je daarmee helpen met een peksel? Kak, het is gewoon twee diep. Oh, die vallen ook in. Oh, ik kan het nog niet wegkrijgen. Kun jij dat daar eens maar even weghalen? Thank you. Nou, en dan even zorgen dat ik eruit ben. Okay. Niet in mijn hokje gaan staan. Niet in elkaar staan. Dat hebben we al zo vaak gehad. Dat hebben we al te vaak gehad. Goed, ik ben weer weg hier. Nee, maar dat DNA dus, hè. Wat we daarmee kunnen is het volgende. We kunnen met een beetje mazzel... Zo, dat is een grote vallei. We kunnen met een beetje mazzel, ravijn bedoelde ik, niet mij daarin slaan. Sorry. Nou, vind mag er gewoon. Ja, dat weet ik. Oh, shit. Shift. Goed. Nee, maar wat we kunnen doen is... ik hou even het zuiden aan, hoor. We kunnen met dat DNA kunnen we dus uit de fossielen halen. En dan kunnen we, zeg maar, bepaalde apparaten maken die niet altijd ingewikkeld zijn. Dat heb ik al even zo uitgevogeld. Toen ik het installeerde. Ik weet het nu echt allemaal niet meer, hoor. Maar met die apparaten en dat DNA kunnen we bepaalde eieren kweken. Die we dan ook zouden kunnen laten uitkomen. Dat meen je niet. Dat meen ik wel. Maar dat moeten we niet zomaar laten uitkomen, want dan hebben we de popjes aan het dansen. Dus als we dat gaan doen, dan moeten we een beetje een leuke vlakte hebben. Mm-hmm. Waar we ook, en misschien, ik moet eerlijk zeggen, die tempel waar we geweest zijn de vorige keer, midden, weet je wel, die hele grote vlakte. Zo, wat is dat dan? Oh, sorry. Daar. Een groot kasteel. Zullen we daar eens even gaan kijken? Die tempel die wij de vorige keer hebben gevonden, midden op dat grote uitgestrekte land, zeg maar, wat was het ook weer voor soort land? Weet ik niet meer, maar het was een uitgestrekt gebied. En er stond dan zeg maar zo'n tempel in het midden, zo'n mooi tempel. Je had verder niks aan, maar het was een mooi ding. Dat is wel, dat zou wel perfect zijn om wat... wat hokken te maken of te bouwen, denk ik, voor datgene wat uit die eieren zou kunnen komen. Ik geloof niet dat het allemaal dingen zijn, namelijk die je gewoon mijn oog en oog mee wil staan. Het is wel lekker om daar een hek tussen te hebben, denk ik. Oké, okay. Nou ja, laten we dat dan, als de tijd daar is, of het moment. Hey, dit soort kasteel, hebben we dit al een keer gezien, of is dat een ander soort kasteel? Dit is wel een heel groot kasteel. Dit is echt super groot, hè? Oeh, allemaal lava hier ook. Het lijkt ergens wel een beetje op... Hier zijn ook paarden. We kunnen... Is het ook een paard? Ja. We kunnen ook een paard meenemen en een naamkaartje erop rammen. Ja, kunnen we doen. Maar dan moeten we natuurlijk wel weten... Kijk, wat is het in de fik hier, joh? Hoe het in zijn werk gaat. Dat weet niet meer namelijk. Je moet er toch een paar keer op zitten? Op zo'n paard? Dan staat het niet? Ja. Ik ga je wel even kijken. Maar je moet ook een zadel erop doen. Ik heb een zadel, maar dat is niet voor een paard. Je moet een paardenharnas moet je hebben. En dan heb ik er één van bij me. Oké, laten we eens even kijken hoe dat werkt. Bijvoorbeeld dit grijze paard. Zo, dan ga ik even opzitten. Nee, stop. Ik wil even op jou zitten. Mag dat? Met shift, toch? Shift. Je moet een paar keer moet je dat proberen, inderdaad, ja. Ja, oké. Okay. Hij stijgt steeds. Hoe stijgt hij dan steeds? Nee, omdat je ook nog een zadel op moet doen, denk ik. Oké, okay. Dus ik pak een paardenharnas. Nee, een zadel. Een zadel niet, toch? Een zadel is toch voor een varken? Nee. Oh, oké, okay. Een zadel. Toch? Dat is toch ook voor een paard? Ja, dat zou je zeggen, maar volgens mij is het voor een varken. Maar dat is niet zo geen probleem, dan ga ik even naar mijn black backpack. En dan, die moet even... Oh, ik laat mijn big black backpack vallen. Oeh. Trouwens, even tussendoor, hè. Hier staan wat poppen te dansen. Nou, dat meen je. We hebben de poppen aan het dansen, dus. Ja, dat behoorlijk. Nou ja, dat kunnen we doen als we willen. Ik zie okay. Zo'n 4-5 spawners staan hier. Dus. Alright, goed. Nog even dit paard. Zadel erop. Maar ik klik met rechts op hem. Moet hij wat eten of zo?
Gooi naar drijfzand onder, dan gaat hij toch dood? Slimpie. Nee, maar zit er allemaal water in, onder. Nou, ik snap het niet. Ik snap het hele paardengoed nog niet helemaal. Hé, moeten we naar binnen rennen? Nou ja. Kom eens aan. Je bent me dan. Alright. Met z'n achter ook meteen. Ah nee, dit zijn er veel te veel. Oh ja, hup, meteen dood. Kom even naar mij toe, snel, voordat ik dood ben. Die gasten gaan ook niet dood, want het is namelijk... ze zijn echt supersnel. Ah, nee. Nee, niet doen. Wat? Die rennen, joh, die gasten. Ja. Wat zie ik hier nou als staan van Riet? Ja, ik ga niet kijken. Daar heb ik geen tijd voor. Maar ze van mij begin ik ze kwijt te raken. Nee, ik begin ze helemaal niet kwijt te raken. Nee, man. Ik ren verder naar het zuiden als het lukt. Oh, nee, heb jij ooit de Monty Python en de Holy Grail gezien? Ja, meerdere keren. Dat is ongeveer dit. Dat je zeg maar zo'n hele sliert aan gasten met van die kokosnoten door het grasland ziet gaan. Dat is niet leuk. Oké, goed, gaan we. Je kan naar mij toe kijken. www.arjan.org TubersNL. Nou, hè. Goed. Hey, dit kasteel, ik geloof het wel. Dat is waarschijnlijk net zo'n kasteel als al die andere kasteel. Er komt er weer een aan. Ja, dit was één grote puinhoop, wordt dit. Het zuiden is de andere kant op. Ze komen gewoon weer terug, die gasten. Shit, maar ook met deze warmte lijkt me geen goed idee. Nee, heel gefrustreerd. En ook niet hard rennen, is ook gewoon ongezond voor je. En genoeg water drinken. En genoeg water drinken, dat klopt. Hey, ik ga eventjes hier staan naartoe rennen. En dan rennen we mooi naar het noorden. Hi, varkentje. Kijk, varkentjes kun je wel, maar dan moet je een hengel en een wortel hebben, dacht ik. Wie doet dit? Ah, nee, jij moet even wegwezen, hé. Dus er was maar één, dat was wat te overzien. Oh, shit. Ik ben je kwijt. Waar ben je? Hartstikke dood, joh. Nee! Tikkie. Ah, nou, kom snel hier naartoe. Ik ben er weer. Ik heb geen ruimte meer om die dinges op te pakken. Wat wil je oppakken? Ja, die smaragd, die wilde ik oppakken, maar dat is nu wel gelukt, hoor. Goed, dit soort spullen moet ik allemaal even kwijt. Hoppa, ik heb weer wat ruimte in de backpack. Wordt het nou donker? Ja, hè? Ik heb een bed bij me. Heb jij ook een? Ja. Mooi. Bam. Ik zet hem neer. Vanaf hier ergens. Yes. Kijken. En ik ga even liggen. Een lawaai, jongen, hier buiten. Volgens mij begint het een beetje af te nemen qua donders. Ja, maar het gaat naar boven. Dus het is misschien nu in Arnhem, maar straks gaat het naar... het moet dan nog overkampen, zeg maar, hè? Ja. Goed, maar we zijn nu in de Minecraft-wereld. Ik zie daar links... er zijn nog meer van die skeletten. Hebben ze ons alweer gezien? Ik denk het wel, hè? Ze kijken wel. Ja, ze zijn net Nederlanders, hè? Kijken, maar niet open. Slaan. Oh. Dat is dit een mooi gebied, hè? Dat is wel mooi, wat hoog gras. Hier hebben we ook een grot in, als we dat zouden willen. What the fuck? Ik heb opeens een heel grote map in mijn dinges. Oh, heb je B ingedrukt, zeker? Oh, shit. Ja, nu ben ik ook meteen dood. Ik zeg helemaal niks meer. Nou, kom maar naar mij toe. Kom maar naar mij toe. Hier is het veilig. Hoe ik ben alleen. Weg? B, denk ik. Nee. M van map? Nee, ook niet. X? Oh ja, X. Yes. Ik dacht, het zit daar ergens, dacht ik al. Dit is wel een mooi uitstel. Wat is het voor raar? Allemaal struikjes zijn hier. Dit is Scrubland. Scrubland. Scrapland. En ik zie daar in de verte een huisje. Hadden wij ook niet een keer in Borderlands Scrapland? Scrub. Oh, Scrub, ja. Nee, dat was ook Minecraft trouwens. Hebben we dat al eerder gezien? Ja. Ik kan me dat niet meer herinneren. Volgens mij hebben wij nog een aflevering die zo heet trouwens. Maar goed, even over die DNA-zooi. Misschien dat we dan de volgende aflevering even gaan zoeken naar fossielen. Mm-hmm. Ondergronds, ergens. Kijk, hebben we weer een dorp gevonden, dat is ook prettig. En dan... een heel mooi huis hier. Waar? Daar, ja. Oh, wauw. Even kijken, hoor. Gaat met me mee? Ik ren er ook even naartoe. Het is wel een beetje raar met die deur. Het is een huis met een stal. Voor mij hebben we al eerder zo'n huisje gezien. Mm-hmm. Denk ik. Helemaal in het begin. Maar het is een mooi huis, het is helemaal leeg. Je kunt het zelf inrichten. Je kunt je paard beneden stallen. Het is eigenlijk kant-en-kant. En paarden hebben we hier genoeg, hè? Ik zou bijna willen vragen, mensen. Wat moeten we doen om zo'n paard nou te krijgen? Moet hij hooi hebben? Moet een paard hooi eten? Volgens mij kan een paard... Ja, die kan hooi eten en dan reviven, toch, daarvan? Volgens mij wordt hij daar weer sterker van, of zo. Maar je kan het niet lokken met hooi.
Wacht even, als ik dan gewoon mijn handje gebruik en niks erin doe. Oh ja, dat is het. Ik moet mijn handje gebruiken en niks erin doen. Dan gooit hij me eraf. En nu is hij verliefd op me, zeg maar, op een bepaalde manier. Maar is ik heb hier een hele grote suikerklont in mijn hand. Maar is dit wel een paard of is dit een pony? Het is een Shetlander, denk ik. Nou, dan gooi ik hier nu even mijn harnas op. Zo. En dat doe ik dan hierop zo. En een zadel, moet hij allebei hebben. Ik zie het. Nou, dan pak ik even het zadel uit de kist, uit de tas. Wat heb ik dan nou? Ik had een zadel. Ik heb er zelfs twee. Wil je ook een zadel? Oh, ja. Hop, ik gooi hem nu weg. En wil ik een naamkaartje? Heb je dat ook bij toevallig? Ja. Naamkaartje heb je. Oké. Dan doen we jou, geven we jou hier even een harnas en een zadel. Dan zie je er prachtig uit. En dan nog een naamkaartje. Dat doe ik denk ik met rechts of zo, hè? Met rechts op een klik, hè? En dan moet ik even een naam voor je verzinnen. Zo. Ik denk dat ik een toepasselijke naam voor je ga verzinnen. Even kijken. Hoe kom ik ook weer af met shift? Want ik wil jouw naam. Hoe kan ik iemand nou een. Hoe kan ik dat paard nou een naam geven dan? Door met het. Ja, je moet zeg maar een zadel. Op wow, dat gaat voor snel, hé. En dan het naamkaartje. Oké, hoe kom ik nou bij zijn inventaris? Of kan dat niet meer? Ja, een rechter muisklik. Rechter muisklik, dat doe ik, maar dan ga ik op hem zitten. Ik ga nu met elke rechter muisklik die ik doe, ga ik op hem zitten. Nou ja, dat komt dan nog wel een keer. Ik dacht, oh jij bent ook zo snel, hé. Dat gaat super snel, man. Is hij heel snel? Kan hij ook springen? Hij kan ook springen. Wauw. Ik wil mijn naam dinges geven. Wacht even hoor. Dat wil ik ook doen. Ik zal even een foto maken van onszelf op die paarden. Oh, heb ik jou nu afgeduwd? Ik deed het zelf. Nee, joh! Ik bedoel... Nee! Ah, ik vind het zo lastig. Potverdorie. Kom hier. Je moet hem niet slaan. Wilt hij nou niet meer? Oh, hij wil er wel. Goed, kom, dan maken we even een selfie. Zo, blijf staan. Niet wegrennen met je paard. Zo, heel goed. Dat is een perfecte plek waar je staat. Blijf er staan. Yes, prachtig. Nou, nog iets daarachter. Mooi man, even kijken hoor. Agressief wat jij als je paard rijdt. En als ik selfies maak, word ik ook agressief. Goed. Yes, nou, we hebben selfie. Dat is helemaal goed. Ik denk dat we hier dan een dik vette punt achter zetten. Lieve mensen, we hebben een paard. En die naamkaartjes, daar gaan jullie ons vast advies over geven. Maar we gaan er zo meteen nog even verder opnemen. Dus de volgende aflevering ga je dan niet zien dat we wat met die adviezen doen. Nee. Maar dan weet je dat vast. Dat is niet. Maar we gaan waarschijnlijk denk ik even nog een stukje doorlopen. Gaan we naar een goede god. En dan gaan we misschien wel wat fossielen bij elkaar rapen. Ja. Maar dat zie je de volgende keer. Een nieuwe aflevering van The Backpackers. Hey. Ja. Toedeloe, bye bye. Doei.